ongemakkelijke situaties. We maken ze allemaal wel eens mee. Nou, misschien is dat al een hele geruststelling, dat je absoluut niet de enige bent. Maar goed, leuk is het natuurlijk niet. Wat te doen met die ongemakkelijke situaties? In deze video zoek ik dat voor je uit. Je bent onderweg naar kantoor. Op straat loopt iemand je tegemoet die je gedag zegt. Maar jij raakt gelijk even kort in paniek, want je herkent het gezicht wel, maar waarvan, dat weet je eigenlijk niet. En hoe deze persoon heet, nou, dat weet je dan eigenlijk al helemaal niet. Je maakt een kort praatje waarin je alle persoonlijke informatie probeert te vermijden, want ja, daar weet je niks over, en loopt gauw door. Nou, vervolgens kom je op kantoor aan en loop je een meeting binnen waarvan alles mis is gegaan. Jij weet dat jij daar wel verantwoordelijk voor bent, maar niemand anders weet dat. En er wordt flink op gehamerd dat ze toch wel willen weten wie hier schuld aan heeft. Vervolgens gaat het over een onderwerp in diezelfde meeting waar je helemaal niet zoveel van af weet. Maar je merkt dat je toch heel erg aan het meepraten bent, wat het er allemaal niet makkelijker op maakt. Nou, om de spanning een beetje los te laten, maak je een grap. Ai, die valt niet. En je denkt, wat is dit voor ongemakkelijke dag? Weet je dat je best blij mag zijn met zulke ongemakkelijke situaties? Ze attenderen je namelijk op de sociale verwachtingen en de sociale grenzen van onze samenleving. En ze zorgen ervoor dat je zo'n fout niet nog een keer maakt. Je hebt je lesje nu namelijk wel geleerd. Ze geven ons dus grote lessen. Maar goed, leuk is anders. Ik ga je 2 technieken leren waarmee je het ongemak voortaan fluitend voorbij loopt. De eerste techniek, die gaat over framing. Nou, framing, wat is dat nou eigenlijk precies? Professor Dr. Eugène Sutorius die legt dat in het volgende fragment haarfijn aan je uit. Een frame is een bundel van woorden en beelden waarvan een deel verborgen blijft, bewust, door de zender en een ander deel naar voren wordt gebracht. Alles met het doel dat zich in ons, dat de luisteraar naar een andere interpretatie van eenzelfde werkelijkheid wordt geleid. Hij gaat op dat moment op een andere manier denken. Met behulp van framing belicht je dus 1 kant van het verhaal, waarmee je automatisch een andere kant van het verhaal onderbelicht. Oké, nu weten we wat framing is, maar hoe zet je dat dan in een ongemakkelijke situatie? Nou, dat doe je als volgt. Stap even van de inhoud af en benoem gewoon hardop wat er aan de hand is. Zeg het gewoon eerlijk. Maar zie er dan wel de humor van in. Gooi er een grapje in, gebruik wat zelfspot. En op deze manier zal de ander echt niet doorhebben dat jij het eigenlijk heel ongemakkelijk vindt. Juist als je erop gaat focussen dat je je zo schaamt en het zo geneert, ja, dan zal de ander merken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Maar als je gewoon het op zelfspot gooit en een beetje lollig doet, dan heeft de ander niks door. In het geval dat je dus iemand tegenkomt op straat die je wel herkent, maar God weet waarvan, zou je dus kunnen zeggen: nou, je bent wel lekker met de meest ongeïnteresseerde persoon van de wereld aan het praten. Dat blijkt maar weer. Sorry, ik herken je wel, maar ik weet even echt niet meer waarvan. Help me even. Bedenk je maar zo, hoe relaxter jij met de situatie omgaat, hoe minder jouw ongemak zal opvallen bij de ander. Echt waar. Nou, dan gaan we naar de 2e tip. Heb je zin om een beetje te spelen met de situatie? Dan hebben we een leuke techniek voor je hier bij het Nederlands Debat Instituut. En wel de U-bocht. Een U-bocht betekent dat je even met iemand meebeweegt, met je gesprekspartner, maar vervolgens het verhaal helemaal naar jouw eigen kant toetrekt. Dat kan bijvoorbeeld als je aan tafel zit, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze, en het gesprek gaat over de boerenprotesten van de afgelopen tijd. Nou, jij weet wel dat die protesten zijn, maar je weet niet precies waar ze over gaan. Nou, wat je dan doet, is dus even meepraten. Jij hebt ze ook horen toeteren, al die trekkers. Jij hebt ze ook in de file zien staan. Je stond zelfs zelf in de file door al die trekkers. Nou, wat je dan zegt: nou, ik stond dus ook in die file, maar deze keer dacht ik ga niet balen van die file. Dus ik stond stil en ik dacht, wat ga ik dan doen? Ik heb gewoon mijn hele week al voorbereid. Hoe efficiënt. Weet je trouwens wat wel grappig is? Mijn buurman die heeft dus een Tesla. En hij vertelt dus dat hij, als hij in de ochtend naar zijn werk zit in die Tesla, dat hij dan gewoon scheert. Want hij hoeft het stuur niet meer vast te houden. Toch bizar dat dat kan? Jongens, wat denken jullie dat er in de toekomst allemaal nog meer mogelijk gaat zijn op het gebied van technologie? Op
Op deze manier heb je de inhoud van het gesprek totaal naar jouw kant toe getrokken, waardoor je wel mee kunt doen met dit gesprek. Dus, ga niet bij de pakken neerzitten en frame je fout positief en gebruik de U-bocht waarmee je het verhaal naar jouw hand zet. Zo, dat brengt ons aan het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video en ben je benieuwd naar wat het Nederlands Debat Instituut nog meer voor jou in petto heeft? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en vergeet deze video natuurlijk niet te liken. Tot de volgende!